Hoi, ik ben Ruben Ridderhof en ik kom jullie binnenkort iets vertellen over Gods plan met Israël. Misschien zegt je dat niks, maar het is echt iets heel bijzonders. Als je goed in de Bijbel leest, zul je zien dat op een heleboel plaatsen het volk Israël een rol speelt. God riep Abraham, Isaac en Jacob waren de voorvaders van het volk Israël. En God noemt zich dan ook de God van Israël. Als je psalmen zingt in de kerk, heb je ongetwijfeld Israël heel vaak voorbij horen komen. Maar wat moeten wij nou vandaag de dag met Israël? Wat kan dat zeggen voor jouw geloof? Nou, ik denk een heleboel. En ik hoop jullie daar heel veel over te kunnen vertellen als ik binnenkort bij jullie kom spreken. En dan hoop ik dat je er veel van begrijpt en dat het je mag bemoedigen. Omdat je in Israël vandaag de dag kan zien dat God vandaag de dag nog altijd trouw is aan zijn belofte. En dat is hoopvol voor de toekomst, voor jou en mij. Dus ik hoop tot gauw. Doeg!